Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas en City. Hallo allemaal, Jean-Paul van Outheus, die hier met een nieuw Turbojournaal. Mijn onderbreking die duurde iets langer dan verwacht. Na mijn vakantie kreeg ik nog een forse verkoudheid daaroverheen. Maar we zijn terug en we pakken gewoon de draad weer op. En ik vind het altijd wel interessant, als je daar dan zo drie weken tussen hebt zitten, dat er eigenlijk veel gebeurt. En aan de andere kant ook weer niet. Nou, ik praat je er doorheen wat mij in ieder geval de afgelopen tijd is opgevallen. We pakken de draad op met de goede aandelenbeurzen van vorige week. De S&P 500 die had de beste week van 2023 vorige week. En ook de Nasdaq en de Dow Jones deden het eigenlijk best goed. En het is gek als je kijkt naar de economie met de hoge rente. Uh, groei die onder druk staat. Nou ja, hoe komt dat dan zo? Kijk, wat analisten zeggen is ja, de aandelenmarkt die was ook wel oversold. Ik heb daar nog steeds geen goede vertaling voor. Mensen hadden meer aandelen van de hand gedaan. En toen kwamen die bedrijfscijfers die we in de afgelopen weken hebben gezien. En die waren, die waren niet juichend, die waren solide, zeggen we dan. Maar dat brengt meteen ook weer... Door dat mensen zeggen, ja, maar als dit het nu is, je ziet de economie zuchten onder uh, die, die hoge rente, de hoge energieprijzen. Dus ja, dan zitten we toch met z'n allen te gluren naar renteverlagingen in Amerika, dan door de Federal Reserve. En op dit moment is de kans 50 zegt de markt, dat dat midden 2024 gaat gebeuren. Maar natuurlijk niemand die het weet. Maar dan hadden we afgelopen vrijdag ook nog een keer een banencijfer. Dat was nou eindelijk weer eens een keer niet veel hoger, maar een stukje lager dan dat de consensus had verwacht. En dat draagt daar dan weer aan bij dat mensen zeggen: "Ja, weet je, ik hou die aandelen vast." Want ja, als die renteverlagingen komen, dan kan de beurs, de aandelenbeurs misschien weer omhoog. En er komt er ook nog een keer bij dat er wat druk afgehaald werd van de obligatierentes. De koersen van de obligaties, die gingen wat omhoog, dus de rente wat naar beneden. Maar zoals de Economist het uh, deze week nog zei, van ja, weet je, je kan niet spelen met de zwaartekracht. Uh, ergens moet een keer die hoge rente pijn gaan doen. Nu hebben we allemaal bedrijven die hebben zich in de coronaperiode lang gefinancierd. Dus geen directe herfinanciering. Maar ergens down the road gaan ook die bedrijven het merken. En daar kan ik wel in meegaan, maar de beurs is in ieder geval die zegt: Nou, we gaan in ieder geval nog even niet dalen vanaf hier. Alle risico's, eh, ook geopolitieke risico's, alles bij elkaar opgeteld, is en blijft op dit moment het grootste risico: zou je zeggen stagflatie. Dus de inflatie die niet snel genoeg daalt. Eh, bij een economische groei die nog steeds verder afneemt. Dus daar gaan we nog eens even wat verder naar kijken. Ja, en heb je het over inflatie? Dan kom je automatisch terecht bij de energiemarkt. Het is op zich niks nieuws, want dit thema heeft de Turbojournaal een hele jaar al gehouden. Maar dat is wel een nieuw plaatje. Wat ik tegenkwam: dat de, uh, het energieverbruik, de vraag naar energie in Duitsland. Die is tot een nieuw dieptepunt gedaald. Ik geloof dat het 50 jaar lang uh, niet zo laag is geweest. Ja, we weten natuurlijk allemaal hoe dat komt. Hè? Hoge energieprijzen zijn een goede remedie tegen uh, hoge energieprijzen. Er wordt gewoon minder afgenomen. Ja, daar heb je natuurlijk die industrie die daar voor een deel verantwoordelijk voor is. Dus vandaar die uh, groei rondom het economisch nulpunt. En dat is echt wel iets om in de gaten te houden. Normaal gesproken, op het moment dat de vraag afneemt, zegt OPEC: van joh, dan spelen wij daar ook wel op in. Dan kunnen we die prijzen wat verlagen, maar dat doen ze niet. Ze verlagen nog steeds de productie. Die houden ze lager dan normaal gesproken gepland. Dus dat houdt de prijzen hoog. En dat is en blijft naar mijn mening gewoon een één op één spelletje met de Verenigde Staten. Die zitten nog steeds met die strategische oliereserve die ze moeten aanvullen. Dat doen ze niet, want dat willen ze doen op prijzen zo rond de 70 dollar. Nou, daar staan we nog duidelijk boven. En tot die tijd zegt OPEC, we gaan jou er niet mee weg laten komen met uh, lagere uh, prijzen voor dat vullen. Dus daar hebben we het mee te doen. Wel even belangrijk elke keer dat... Uh, financiële marktennieuws en het reguliere nieuws. Ik zag ergens een kop voor, bijvoorbeeld voorbij komen dat de Europese Unie al klaar is met het vullen van de gasvoorraden. Dan zou je kunnen zeggen van joh, dan kunnen die energieprijzen ook wel wat omlaag. Maar de markten die kijken ook gewoon naar de jaren die gaan komen. En het gaat niet alleen maar om deze winter. Misschien komen we wel weer goed weg. Maar je zag het ook al, uh, in de tussentijd heeft Shell bijvoorbeeld in Qatar een contract gesloten van 27 jaar voor de Nederlandse gasvoorziening, LNG. Ja, en dat zijn de dingen waarop uh, de beurs natuurlijk meer reageert dan één aanstaande winter met onzekerheid over het weer. En uh, voor de mensen, we hadden natuurlijk vorige week kwartaalcijfers van Shell. Nou ja, die waren ook. Solide. Savan is op de kosten aan het letten, investeert niet als het niet nodig is. Dus Shell sprong er goed uit. Ik heb op meerdere plaatsen in de media ook gezegd: hè, Shell is eigenlijk het best presterende olieaandeel van 2023, als je het vergelijkt met Exxon, met Chevron, met BP en Total Energies. Nou, dus hij doet in ieder geval Sawan, wat hij belooft. Maar het echte verhaal in die markten ook. Voor ons als beleggers zit in die LNG-markt en is al veel langer bezig dan die invasie van Rusland in Oekraïne. En dat zie je af aan de koers van Chenier Energy. Hebben we hier op het kanaal wel vaker benoemd, Ticker LNG, een pure play op het gebied van dat vloeibare aardgas. Nou, eh, door die langlopende contracten, zij zijn daar niet uniek in, maar zij zijn één van de partijen. Hebben ze het de afgelopen drie jaar veel beter gedaan dan die big oil bedrijven. Piek bereikt. Ja, dat mensen denken, ja, nu is de rek er wel uit. Maar je ziet het, de uh, laatste tijd zit ook zo'n aandeel weer in de lift. Ook zij kunnen hun bedrijfsvoering optimaliseren. En ja, met al het slechte nieuws uit de duurzame energiesector komen we zo nog wel op. Siemens Energy, we hadden vorige week ook Ørsted. Moesten ook veel afschrijven. Nou, iedereen zit te bibberen voor de cijfers van Vestas deze week. Ja, daarbij krijgt heel uh, fossiel brandstof uh, minnend uh, in de wereld. Die krijgen allemaal het idee van: joh, dit zou nog wel eens wat langer kunnen duren. De kernvraag hier is: wanneer ontstaat er overcapaciteit? Want pas dan zal je die energieprijzen zien dalen. Dus dat is de belangrijke factor in de energiemarkt om naar te kijken. Maar vooralsnog lijkt het daar in ieder geval niet op. Ja, dan even hè, die duurzame energie. Want dat heeft twee kanten. Dat heeft de ene kant dat die fossiele brandstofpartijen het goed blijven doen. Siemens Energy was de eerste om aan de bel te trekken. Om te zeggen, joh, dat gaat niet zo goed met wind op zee. Ja, en daar kwam nu eh, afgelopen dagen het nieuws bij. Dat ze zeggen, ja, als wij gewoon door willen gaan met die projecten die we hadden toegezegd. Dan zoeken we bij de Duitse overheid zo'n 15 miljard euro. Wow, dat is een hoop geld. Ja, en ze zeggen eigenlijk van ja, als we daar niet tot een akkoord komen. Ja, dan kan het zijn dat we dus een aantal projecten niet meer kunnen doen. Maar Siemens Energy heeft natuurlijk ook bestaande apparatuur. En die moet ook nog geserviced worden. Dus de kans is heel groot. Dat de Duitse overheid in dit geval op een gegeven moment zegt: van, Nou, jongens, oké, okay, laten we daar dan een deal van maken. Dan geven ze geld uit. En de vraag is of dat tot lagere prijzen gaat leiden. Nou, daar lijkt het in het beginsel niet op. Het is eerst even een doekje voor het bloeden. Dus de vraag is hier bij die duurzame energieën, en met name wind op zee. Waar ligt de oplossing op de lange termijn? Of beter gezegd. Wat wordt nou de prijs die er voor die energie wordt betaald? Want als dat niet lager is dan fossiel, ja, dan kom je dus in een kringetje weer terug bij die stagflatie. En dat is een zeer reëel risico. Dus in Duitsland, maar ook in Denemarken en ook in Nederland wordt het erg interessant om te zien hoe overheden daarmee omgaan. Die hebben natuurlijk de neiging om te zeggen: ja, als die prijzen hoog blijven, dan compenseren we de eindgebruikers. Want die vragen daarom, want anders stemmen ze niet op ons. Maar ja, dat wil natuurlijk niet per se leiden tot productiviteit en uh, dat houdt de groei waarschijnlijk laag. Dus dit wordt een groot dilemma en erg belangrijk en interessant om te volgen. En dan krijg je daarbij Markets are Everywhere altijd nog een extraatje bij waar ik eigenlijk niemand over hoor praten en dat vind ik super frappant. Dat wil zeggen niemand in Nederland, uh, in het buitenland en zeker in Azië en Amerika uh, gaat het daar veelvuldig over. Maar de verkiezingen in Taiwan. We zitten vandaag op 6 november. Het is nog maar twee maanden en een week. Dan gaan ze daar naar de stembus op 13 januari 2024. Niet dat er nu direct heel veel nieuws is. Ik heb je al eens een keertje eerder verteld: de zittende eh, democratische partij die eh, voor eh, het onafhankelijk blijven is. die staan in de peilingen op kop. Maar die voorsprong is wel duidelijk geslonken. Nou, omdat uh, de jeugd met name toch niet per se fan is van uh, de kandidaat die uh, de zittende uh, president moet gaan opvolgen. Maar ja, waarom is het verder niet zo spannend? Omdat eigenlijk bij de oppositie, dat is heel erg gefragmenteerd. Je hebt de Komen in Tang, dan heb je nog uh, de TPP de Taiwan People's Party en er is ook nog een oud uh, CEO van Foxconn die mee wil doen. Maar ja, die versnipperen eigenlijk een beetje de oppositie en maken het makkelijker voor de zittende partij. Maar er is nog twee maanden te gaan, uh, dus er kan nog heel veel gebeuren en er zal ongetwijfeld vanuit alle kanten steeds meer druk komen op die verkiezingen. En je moet er natuurlijk niet aan denken dat je na uh, de, de situatie in Oekraïne, de situatie in het Midden-Oosten, nou ook nog eens een keertje stront aan de knikker krijgt, daar rondom Taiwan, want dan wordt het allemaal heel erg onoverzichtelijk. Maar die verkiezingen in Taiwan hou ze goed in de gaten. En voor de mensen die geopolitiek uh, interessant vinden, dan nog een extraatje: de Australische premier uh, Anthony Albanese. Dat is de eerste Australische Premier in zeven jaar tijd die op bezoek gaat in China. Australië en China, dat gaat over handel, dat gaat over grondstoffen. De Verenigde Staten heeft samen met de UK een AUKUS-agreement met Australië. Die zitten hier natuurlijk met argusogen naar te kijken. Biden die zei ook: van, ja, vertrouw ze maar die Chinezen, maar controleer wel alles wat je afspreekt. Maar die grondstoffenpositie, dat is ook iets waarom dat je op dit moment ook naar dit soort gesprekken tussen Australië en China zou moeten kijken. Voor veel mensen een beetje ver van het bed, dus daar laten we het even bij. Gaan we even terug naar China en Taiwan. Semiconductors. Ja, en dan pakken we meteen de kwartaalcijfers even op. Want hiermee is wat mij betreft het belangrijkste op macrogebied wel uh, gezegd. Uh, tenminste voor wat er uh, is uh, veranderd en wat de ontwikkelingen zijn. Dus als we kijken naar de kwartaalcijfers... ASML is natuurlijk al even geleden... maar ik heb het hier in het turbo nog niet over gehad. Maar met die verkiezingen in Taiwan in uh, gedachten... Ja, zal het je niet verbazen dat ik misschien toch net iets anders kijk... naar die laatste cijfers, meer nadruk leg op die 46% van de omzet... die in het afgelopen kwartaal uit China is gekomen... Even in herinnering, in het eerste kwartaal was dat nog 8%. In het tweede kwartaal, dat zie je hieronder, was het 24%. En nu dus 46. Dus een hele grote afhankelijkheid van die resultaten van China. We weten allemaal dat er op 1 januari in principe sterkere exportrestricties gaan gelden. Geen verbod. Maar je moet een vergunning aanvragen. Die 46% komt voor een heel groot gedeelte door die uh, diep. Ultraviolet uh, machines. Zoals je overigens ook uh, uh, kan zien. helemaal aan de uh, rechterkant. Ja, en combineer je dat met het, uh, het orderboek. dat maar toenam met 2,6 miljard. Van waar slechts, uh, waarvan slechts een half miljard. voor die luxe EUV-machines. dan snap je dat Peter Wenning zegt. Van, ja, weet je, we moeten het komend jaar 2024. vooral hebben van die backlog van 38 miljard. De orders die al geplaatst zijn, die we nog kunnen produceren, uh, maar de overcapaciteit bij ASML neemt op. Hij heeft zelfs ergens gezegd van je verwacht eigenlijk een soort pas op de plaats voor 2024. Nou, je zou zeggen dan kan dat aandeel ook echt nog wel een stukje terug. Maar het sentiment is gewoon ijzersterk en dat geldt niet alleen voor ASML, dat geldt ook voor ASMI en Bees. zijn de aandelen die nog steeds worden gekocht. Zoals je ziet op het moment dat de sfeer op de beurs positief is, wie weet lopen die verkiezingen ook wel met een soort sisser af. Maar als je gewoon je er meer in verdiept, het is een beetje de vraag hoe China zich gaat opstellen bij welke uitslag dan ook, dan moet je daar toch een beetje onrustig van op je stoel zitten. Ik denk als dat uit de weg is, uh, die verkiezingen, ja, dan hebben we hopelijk weer wat meer helheid. Ik ben in ieder geval erg voorzichtig op dit moment met de sector. Maar ja, je moet toch ook iets. En uh, eigenlijk het beste verhaal wat ik op dit moment tegenkom, heel veel aandelen, die zijn of aan de prijs of goed geprijsd, maar dat je denkt, ja, ik zie even geen groei. Maar de turnaround van Intel, die blijft mij bezighouden. Uh, sterker nog, ik heb daar eigenlijk wel vertrouwen in. We hebben het hier denk ik al eens een keertje eerder over gehad. Je hebt Pat Gelsinger. Die heeft een, een joekel van een opdracht. Want hij moet een nieuwe gieterij maken. Hij moet met name ook heel veel nieuwe geavanceerde chips op de markt brengen. Het is eigenlijk bijna een onmogelijke taak. Dan heeft hij ook nog zijn reguliere business die sterk onder druk staat. Allerlei concurrenten die op de loer liggen. En toch zie je hier... Zo'n twee jaar na het verliezen van uh, het grote contract met Apple zie je de koers uit een dal omhoog klingen. En er zit duidelijk wel een positieve trend in. Nou, wat is hier het verhaal? Wat is hier de fantasie? Intel wordt zo belangrijk omdat het Westen ook een eigen uh, maakfaciliteit wil hebben, net zoals TSMC heeft. Het is wachten op een langlopend groot contract. Nou, het was gehad over misschien Nvidia, misschien andere partijen. Maar het zou natuurlijk ook vanuit de Amerikaanse overheid kunnen komen. Niet in de laatste plaats. Vanuit uh, Defensie bijvoorbeeld. Nou, als zoiets gebeurt, ja, dan uh, is de rek bij Intel er absoluut niet uit. Het is wel heel erg hoog risico. Want Intel doet zijn best om kosten te besparen, maar ze verbranden ook gewoon veel geld met al die projecten. Ze moeten een hoog executierisico, maar onmiskenbaar die trend in het aandeel indel, zit omhoog. En misschien is dit ook wel een markt om eens een keer wat meer naar dit soort contraire transacties te kijken. Is natuurlijk geen advies, is gewoon puur ter overweging. Uh, om dat tegen elkaar af te zetten. Misschien kom jij er wel uit dat je zegt, nou ik hou het lekker bij ASML of andere chippers. Um, dan even terug naar de bredere markt. Ja, want wat zien we? We zagen aan het begin, uh, afgelopen week was een goede week. Zoomen we weer even uit, dan is dit eigenlijk het plaatje uh, van dit jaar, maar ook van de afgelopen vijf jaar. Je ziet de NASDAQ 100 natuurlijk in 2021. Die schoot er vandoor ten opzichte van de Dow Jones, die na de coronaperiode ook omhoog ging. Maar vanaf dat punt, zo'n beetje halverwege uh, 2021, ja, heb je aan een belegging in de Dow Jones Industrial niet zo heel veel plezier beleefd. Dat is eigenlijk gewoon een zijwaartse lijn. Uh, at best. Nou, de Nasdaq die steeg nog een eentje verder door in 2022 kreeg dat een enorme uh, klap naar beneden toen die renteverhogingen doorkwamen. Ja, toen is de fantasie er weer ingekomen van joh AI gaat die productiviteit omhoog brengen. Dus het verschil uit 2021 tussen de Nasdaq 100 en de Dow Jones Industrial is weer terug. En dat roept een beetje de vraag op als je nu geld zou willen beleggen. Kies je dan voor een verdere speurt in tech? Of zeg je van, nou, er komt toch echt een kentering door de markt en ik hou het dan bij waardeaandelen. Ja, of je doet natuurlijk even helemaal niks, omdat je, zoals de economist zegt, joh, die zwaartekracht, dat moet ergens een keer gaan doorwerken en dan gaan al die aandelen naar beneden. Maar ja, laten we dan even beginnen bij de technologie, want we hebben dus veel bedrijfcijfers gehad. En dan zijn het de grote jongens die de kar moeten trekken. En op dit moment zijn ze daar eigenlijk toch wel weer in geslaagd. Ik haal er drie voor je uit. Uh, Apple, Microsoft en Amazon. Uh, Apple, uh, het zal ongetwijfeld een aandeel zijn wat je zelf ook volgt. Dus we hoeven daar niet heel veel over te vertellen. Uh, de kop is hier toch wel heel uh, hard en duidelijk. Uh, het zegt ja, uh, de groei, de verdere groei van Apple. Ja, dat is gewoon moeilijk te zien. Uh, met chocoladeletters zeggen ze dan bij CNBC... al vier kwartalen op rij loopt de, de omzet terug. Dat moet je wel zien. Uh, in het derde kwartaal had Apple een omzet van 89,5 miljard... en in het derde kwartaal van 2022 was het 90. Dus ja, uh, je zou ook kunnen zeggen het blijft gelijk. Maar dat bekt natuurlijk wat minder in zo'n uh, kop. Maar het is wel waar... Dat Apple het zelf eigenlijk ook even niet meer zo weet. Want ze zeggen ja, voor het vierde kwartaal. Uh, normaal gesproken zien we wel een omzetgroei. Maar we denken dat het nu gelijk wordt aan vorig uh, jaar. Uh, heel veel aandelen zouden dan een flinke afstraffing krijgen, omdat ze tegen een relatief hoge koers winstverhouding noteren en zeggen wij zien even geen groei. Uh, dit is toch ook een soort safe haven, dat mensen zeggen: ja, als ik daar al niet meer in beleg in aandelen, waar dan wel? Uh, Apple kwam nog wel door met nieuwe chips met 3 nanometer, de M3, de M3 Pro en de M3 uh, Max. Maar iedereen zit toch met arges ogen te kijken naar de ontwikkeling van de verkoop van de iPhone in China. iPhone is niet alles, maar wel net iets meer dan 50% van de totale omzet van Apple. Dat tabelletje wat ik hier neergezet heb van counterpoint research. Als je ooit een keer wat op zoek bent naar de Chinese smartphone markt, dan moet je counterpoint research hebben. Maar het is wel een beetje, je moet hem lezen van beneden naar boven. Dus de marktleider, Honor, staat, uh, is, is het grijze balkje aan de onderkant. Die waren in marktaandeel in het derde kwartaal iets gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal. Dan zie je dat Apple wel wat marktaandeel verliest. Uh, in een kwartaaltijd van 15,3 naar 14,2. Maar dat doen de nummer 2 en de nummer 3. Vivo en Oppo doen dat ook. En dat ja, is dan allemaal uh, in het voordeel van Huawei. Dat zijn de rode balkjes. Die kwamen met die Mate 60 Pro. Waar iedereen zei van oh, die Chinezen die gaan voor eigen merken. Maar ja, er zitten heel veel andere eigen merken ook uh, tussen. Dus ja, Apple doet hier mee in het veld, maar worden niet specifiek harder geraakt op dit moment dan andere uh, merken. Er zijn ook in China gewoon absolute Apple fans. Maar uh, pas op de plaats voor Apple. Uh, de koers daalt niet. Uh, ze hebben natuurlijk ook nog heel veel cash, allerlei mogelijkheden. Daar zullen ze heus wel naar kijken. Ze kunnen natuurlijk ook nog. Wel wat aan kostenbesparingen doen hier en daar. Maar ja, het is moeilijk ook om te zien. waar er nu opeens door de huidige hoge rente. energieprijzen. heel veel extra groei vandaan gaat komen. Dus een beetje de rem erop. Ja, de winnaar eigenlijk van de Magnificent 7, zou je kunnen zeggen. Of ja, Nvidia hebben we nog niet gehad, dus die moeten we niet meerekenen. Maar zou je kunnen zeggen: is Microsoft. Want wow, die hadden echt veel betere cijfers dan men had verwacht. De omzet die ging nog met 13% omhoog. Dat is al knap. Maar door kostenbesparingen wist Satya Nadella de winst op te krikken met zo'n 27%. Waarbij eh, het onderdeel van de cloud-divisie een belangrijke rol speelde. En daar zit iedereen toch naar te kijken als de motor. Van verdere groei. Ja, en uh, Microsoft heeft gewoon een sterke executie. Op dit moment maken ze het gewoon helemaal waar. Ja, we kunnen een keer als je wil die cijfers verder induiken, maar dit sheetje het zie je bij al die grote bedrijven. Het is gewoon dezelfde sheet als het kwartaal van tevoren. Je ziet aan de rechterkant de meest recente cijfers. Weer een afwijkend boekjaar. Microsoft zit nu al in het eerste. Uh, kwartaal van de fiscal year 2024. Bij ons is dat gewoon het derde kwartaal. En dan zie je dus dat uh, de, de, de nieuwe boekingen in de rechterkolom, eerste regel, weer eens een keer in de lift zitten. Ja, dat is wat mensen willen zien. En Microsoft staat echt niet zo heel ver weg van een all-time high. En die hebben natuurlijk nog die joker, die fantasiekaart voor de AI. Waar we toch echt verwachten aan het einde van het vierde kwartaal en anders in het eerste kwartaal meer over te horen. Maar zoiets heeft gewoon tijd nodig. Ze zullen daar volgend kwartaal ongetwijfeld al wel iets over zeggen. Maar herinner nog even van de vorige keer, Nadella had gezegd, je moet het een jaar geven. Dus even geduld, maar voorlopig uh, ja, zit Microsoft in het bakje. Hier zou nog wel eens een positieve verrassing uit kunnen komen. Dat zie je maar bij heel erg weinig bedrijven, wat mij betreft. Maar dan eventjes Amazon. Daar heb ik het hier eigenlijk niet zo vaak over. Dat is een relatief uh, duur aanbeeld. Maar toch, die verraste eigenlijk misschien nog wel meer dan Microsoft. Wat mij betreft, met goede cijfers in de afgelopen periode. Ik was dit al aan het samenstellen, maar ja, toen kreeg ik nog die keelpijn. Even maar laten liggen. Dat is natuurlijk van 27 oktober. Maar toch zeer de moeite waard om even door te nemen. Uh, het aandeel Microsoft ging op die cijfers met zo'n bijna 7% omhoog. Dat zie je niet zo vaak bij, uh, bij Amazon. En dat komt met name ook omdat ze ook hun omzetverwachting voor het uh, vierde kwartaal uh, goed op orde hadden. En met name ook de operationele winst, die ze uh, beter hebben liggen dan dat de markt uh, verwacht. Want we gaan natuurlijk. Zogenaamde holiday season in, Thanksgiving, eindejaars aankopen, et cetera. En waar Apple zegt: Ik zie het niet zo goed, zegt Amazon: Van nou, wij zien het wel voor ons. Maar nog eventjes die, uh, die cijfers erbij. Je ziet dus uh, 13% omzetstijging aan de rechterkant. Tot een niveau van 143 in totaal. Maar je ziet dat alle divisies van Amazon daaraan bijdragen. Dus zowel uh, de, de retailbusiness in Noord-Amerika. Als de Retail Business Internationaal, als AWS de Cloud Divisie. En dat geeft natuurlijk veel vertrouwen. Nou, je ziet ook de winst, die nu duidelijk beter is dan in het derde kwartaal van 2022. Een flinke sprong. Dat komt ook weer door goede kostenbesparingen en hier en daar zelfs het afscheid nemen van wat personeel. Maar die verwachting die Amazon uitspreekt, die komt dan zo'n beetje uit ongeveer bij de stip. En dat betekent gewoon doodleuk dat we dan aan het einde van het jaar, wij krijgen dat dan door natuurlijk in januari, weer een nieuw omzetrecord bij Amazon uh, tegemoet kunnen zien. Nou, dat verklaart ook die, uh, die, die koersprong op de beurs. Maar één stapje dieper. Uh, Amazon zei al, we hebben Prime Day gehad, die deed het goed. Maar ja, dat zegt verder nog niet zoveel, maar dat Prime dat wordt gewoon steeds sterker. Ja, ze konden nu pochen met de snelste levertijd in 29 jaar. En dat is echt zo'n kenmerk dat Amazon bezig is om dat platform wat ze hebben, dat ijzersterke platform, elke keer weer beter te maken en zo te positioneren dat ze eigenlijk elke concurrent kunnen verslaan. Uh, de service uh, die je kunt krijgen met uh, Buy with Prime, die wordt elke keer verder uitgebreid. Uh, Prime Video is natuurlijk een tak van sport waar ze het goed doen. Je hebt Amazon Clinic. En dan hoe Amazon de AI toepast. Daar komt natuurlijk die Cloud-divisie om de hoek uh, kijken. Kijk, je ziet aan de rechterkant. Uh, dit is natuurlijk best wel een redelijk verzadigde markt in Noord-Amerika. Er zijn al iets van 160 miljoen mensen die Prime gebruiken. Ja, dat kan je niet heel makkelijk uh, verdubbelen. Zoveel Amerikanen zijn er ook niet. Maar wat ze doen is met die AI dat ze ook de klanten uh, op het platform helpen om efficiënter hun producten te verkopen aan de, de, de prime-abonnees. En dan kom je dus bij de reële economie uit. Dus in het persbericht heeft Amazon het concreet over Philips, over Adidas, uh, Booking.com, uh, United Airlines. Kijk, en dat wordt interessant, want als die bedrijven een efficiëntievoordeel kunnen halen... om de producten uh, via Prime aan te bieden... Uh, um, heel gerichte advertenties op dat platform kunnen draaien... maar in het geval van Philips en Adidas... ook gewoon heel efficiënt kunnen leveren... Ja, dan kan die productiviteitsgroei ook overslaan... van de technologie sector naar uh, de bedrijven in de reële economie. Dus... Dat is iets wat nog in de kinderschoenen staat, maar wat zal moeten blijken. En op het moment dat je daar structurele productiviteitsgroei ziet, ja, dan hebben we een factor te pakken waardoor de beurzen en zeker ook uh, zo'n Dow Jones-index, als representant van de waardeaandelen, wat verder omhoog kunnen. Maar het is nog te vroeg om daar definitieve conclusies over te trekken, maar wel interessant om in de gaten te houden. Ja, dan ronden we de technologie even af. We kunnen natuurlijk alle bedrijven daar kijken. Maar voordat het nou, hè, het verhaal moet weer in balans zijn. Natuurlijk lang niet alle bedrijven komen goed weg in zo'n kwartaalcijferseizoen. En dan pik ik er eentje uit. En dat is Enphase Energy. Waarom Enphase? Omdat we het hier op het kanaal al vaker over Enphase hebben gehad. Dat aandeel is inmiddels meer dan 60% gedaald vanaf de top. En het is eigenlijk ook niet heel erg onlogisch. Nou, wat zagen we? Ook zij kwamen eind oktober met cijfers. Ja, uh, een beetje het omgekeerde verhaal. Ze hadden een enorme piek in uh, het eerste kwartaal, tweede kwartaal. En ook aan het einde van 2022. Vorig kwartaal daalde de omzet. Dat zie je aan de linkerkant van 711 miljoen al naar 551. Ja, en dat voor een aandeel dat een torenhoge koers-winstverhouding had, ja, dan ga je dus hard onderuit. Maar ja, daar kwam nog eens een keertje bij dat ze nu zeiden in de toelichting: de omzetverwachting voor het vierde kwartaal vanaf die gerealiseerde 551 miljoen ziet NV's uitkomen, schrik niet op zo'n 300 tot 350 miljoen. Helemaal niet zo slecht als je het vergelijkt met de M-Face omzet van twee jaar geleden. Maar ja, dat is wel gewoon een halvering van wat we aan het begin van het jaar hebben gezien. Waar wil ik naartoe? M-Face heeft altijd in de persberichten gezet: wij verkopen heel veel in Nederland, in Duitsland, maar dus ook gewoon bij ons. We hebben een tijd gehad toen we van het Russisch gas af moesten, de rente stond laag, dat iedere buurman bezig was om zonnepanelen op zijn. En Face is niet uniek, daar ben ik al vaker op gewezen. Het is wel een van de partijen die een goed marktaandeel had op het gebied van omvormers. Maar nu is er eigenlijk niemand meer bezig met die zonnepanelen. Je mag niet meer terugleveren. Uh, ze zijn ook allemaal duurder. Uh, of mensen hebben ze al liggen. Uh, ja, dus dan neemt het allemaal uh, flink af. En is het dus eigenlijk wachten bij dit soort aandelen. Uh, van ja, wanneer veert het nou weer een keer terug? Ja kijk, en dat is wel interessant, het is een andere manier van beleggen dan voor de komende vijf tot tien jaar, want het is meer event-driven, het hangt van gebeurtenissen af. Kijk, Enfeis heeft in die presentatie staan wat ons doel is, wat hun doel is, in om de share of wallet per huis te vergroten. In en om jouw huis willen ze niet alleen omvormers leveren voor die zonnepanelen die je op het dak ziet liggen, maar ze willen ook... Andere systemen bieden. Op de grid, software, uh, eventueel fuel cells, noem maar op. En dan hebben ze uh, aan elk huis, zeggen ze, zouden we in potentie 12.000 dollar kunnen uh, verdienen. Ja? Nou, uh, je kan zelf kijken of je aan het kijken bent om op dit moment te verduurzamen en hoe het gaat. Maar net zoals je hebt gezien met de subsidie van die zonnepanelen, we hadden gisteravond het verkiezingsdebat op RTL. Dan hoorde ik Timmermans zeggen van nou het eerste wat ik zou aanpakken bij het klimaat als maatregel is het verduurzamen van de sociale woningen. Nou, als de Nederlandse overheid tot zoiets besluit en ze zouden dat gaan subsidiëren en dingen, dan komt zo'n partij die van die uh, spullen levert waar je dan wat aan hebt natuurlijk weer om de beurt uh, om de hoek kijken. Wat we de vorige keer hebben gezien, iedereen was wel bezig met zonnepanelen op het dak te leggen, maar niet met de aandelenbeurs. Trek daar lering uit. Stel dat er nu in Nederland of in Duitsland maatregelen worden genomen waarbij er heel veel overheidsgeld uh, wordt aangewend om die verduurzaming goed te krijgen. Ja, dan zijn er partijen die daar weer enorm baat bij kunnen hebben. Dus sta wat dat betreft, als je het leuk vindt, op je voorvoeten. Want ook op die manier uh, kan je natuurlijk iets van de investering in je eigen huis terugverdienen. Mijn gedachten. Ja. Nou, dit is een voorbeeld. Uh, kijk, los van dat als het niet gebeurt en die omzet neemt af, zo'n aandeels als Face Energy staat nu per koers winstverhouding ergens tussen de 20 en de 25, is op zich nog steeds aan de prijs als je niet weet dat er weer omzetgroei komt. Dus het zijn allemaal geen uh, ja, uh, 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 ideeën uh, standaard uit het boekje. Maar dat kan het wel worden op het moment dat er besluiten worden genomen. Alleen het kan wat langer duren totdat die besluiten er zijn. Natuurlijk, die overheden die liggen erg onder vuur. Je zag Siemens Energy al vragen voor 15 miljard. Uh, ook in het debat gisteren. Weet je, allerlei kandidaten die zeggen: Wij willen ook wel wat geld hebben als je toch nog wat over hebt. Terwijl die overheden natuurlijk ook tegen hogere rentelasten aan zitten te kijken. Dus. Uh, politiek is in die zin wel belangrijk ook om in de gaten te houden. Nou, dan gaan we even richting het einde. De kwartaalcijfers deze week. We hadden vandaag Post.nl, maar ja, uh, dat is denk ik uh, elke keer bijna hetzelfde. Uh, morgen, op 7 november, hebben we in Amerika Rivian voor de mensen die van auto's houden. De druk, de nadruk ligt op uh, woensdag 8 november. Daar komt Aal Deleuze nabeurs. Komt Atjen met historische kwartaalcijfers en een Investor Day update in Amerika. We hebben in Nederland nog ABN AMRO, eh, AMG. Albin kreeg weer een enorme tik. Ja, elektrische auto's doen het even niet zo goed... Nemen de lithiumprijzen af, heeft ook AMG waarschijnlijk weer last van gehad. Vestas, ik zei het al, knikkende knieën na Siemens Energy en Ursted, hoe zij daarbij liggen. Maar voor het totaalplaatje neem ik die in ieder geval mee. Ik vind Umicore nog wel een interessante. Dat is een van de vijf aandelen, wat ik met Bart heb afgesproken, om eens wat dieper voor jullie in te duiken. De andere zijn Basic Fit, Heineken. Uh, Fortinet, die een flinke tik naar beneden kregen en Arista Networks en Umicore dus. Gaat nog wel heel eventjes duren, maar ik hoop dat dat in de loop van november wel gebeurt. Maar die hebben in ieder geval op 8 en 9 november een uh, update van de battery materials en dat is wel interessant om dat even mee te nemen. Nou, Disney... Uh... Vergelijkbaar, denk ik, met het vorige kwartaal op 8 november in Amerika. En dan op 9 november Alberts met een trading update. Een Capital Markets Day, een Investor Day van Basic Fit. Die we dus ook nog gaan bekijken. Henselt, radarapparatuur. Voor als de Duitse overheid een indicator hè? dus De Duitse overheid zegt we willen aan die NAVO-norm van 2% voldoen. Ga ik niet uitgebreid naar kijken, maar ik let er wel even op. Ja, en mijn uh, lach van de dag. Plug power. Uh, ik hou mijn hart vast voor die cijfers, maar de verhalen liegen daar nooit om. Zij, het management is uh, uh, uiterst positief. Ze hebben alleen nog nooit winst gemaakt. Dus we gaan eens even kijken hoe de cijfers zijn en hoe de markt daarop reageert. Uh, voor de volledigheid, Berkshire Hathaway, kijk ik altijd even naar. Maar ja, dit is eigenlijk het algemene verhaal van de markt. Berkshire uh, zit heel veel in waardeaandelen. Je zag het aan de koersgrafiek van de Dow Jones. Dat is bij Berkshire niet anders. Uh, uh, ze zien wel dat ze dus meer winst binnenkrijgen, maar uh, ja, er zijn genoeg redenen om die aandelen verder niet heel erg uh, van de plaats komen. Zeker de consumentenaandelen niet, zoals Coca-Cola, Kraft Heinz. Uh, wel heel veel uh, uh, cash. Uh, op de bankrekening. En dat stoppen ze in kortlopende Amerikaanse staatsobligaties. Uh, met een rendement van 5%. En dat is natuurlijk een uitstekend voorbeeld van money management. Uh, ja, en waar komt het dan eigenlijk op neer? Want we kunnen zo nog wel een keertje doorgaan. Het vierde kwartaal is over het algemeen een positief sentiment. omdat mensen de winnaars gaan kopen, de verliezers weg gaan doen. Dus dat zou de komende weken kunnen worden uitvergroot. Uh, maar voor een echte katalysator zit toch iedereen te kijken naar die centrale banken. We hadden vorige week weer de Federal Reserve. Die deden natuurlijk niks aan de rente. De ECB doet dat op dit moment ook niet. Ze kijken eerst naar cijfers over de economie. Ik zei het al eerder, in Amerika wordt er gespeculeerd 50-50 of midden 2024 de rente omlaag kan. Niet omdat de economische groei het zo nodig heeft, maar omdat de inflatie. Dan wellicht verder is gedaald. Maar ja, door die hoge energieprijzen vraag ik me heel erg af of dat het geval uh, gaat zijn. Ja, dat zullen we de komende weken, maanden zien. Ja, en daar was dan opeens uh, uh, dit weekend uh, Christine Lagarde. Die uh, doodleuk zei: uh, Niemand weet hoe. Maar oh, we verwachten in 2025 wel weer dat de inflatie hier wel weer op de 2% staat. Noemen we even het managen naar de toekomst. Uh, ja, de markt reageert daar niet op. Ik denk ook eigenlijk niet dat iemand gelooft dat het daar staat. Misschien dat het te maken heeft met een basiseffect. Maar het gaat natuurlijk om uh, de absolute uh, uh, inflatie. En om welke prijs Europa betaalt voor energie. Nou, daarmee is het cirkeltje weer rond. Stagflatie, het belangrijkste risico, uh, kan op korte termijn leiden tot lagere bedrijfwinsten en minder vertrouwen bij beleggers. Maar door de renteverhogingen van de afgelopen anderhalf jaar, hebben de centrale banken weer een middel als de economie te ver wegzakt om die. Te stimuleren. En dat zou dan weer een plus kunnen zijn voor de markt. En in die zin uh, ja, moet je kijken welk scenario jij bent. Of je zegt, nou, ik vind het wel even genoeg. Ik kan ook wel even een pauze gebruiken. Ik ga later wel weer een keer naar de beurs kijken. Ik stap uit. Maar ja, niet belegd zijn in dit soort markten is toch ook altijd een risico. Want vaak gebeurt er uh, toch nog hier en daar. Onverwacht. Het is zeker de tijd om weer eens wat meer te gaan kijken naar obligaties, maar geen haast. En dat is zeker iets wat we ook in de komende tijd nog wel eens even mee zullen nemen. Nou, hiermee kom ik aan het einde van het turbo van deze week. Goed om weer terug te zijn. Fijn dat jij ook weer helemaal tot het einde hebt gekeken. Ken je nou nog mensen die zeggen: van joh, interessante analyses, zienswijze? Uh, voor jou is het ook wat. Laat ze zich abonneren. Op het YouTube kanaal. En op naar de 5000 uh, gratis abonnees. Dat zou toch mooi zijn? We in ieder geval weer heel veel plezier in. Mooie tijden voor uh, de boeg. En graag tot de volgende keer.